28.000 kante meter glas had de familie van Overbeek in Bitgemalinkebroek voor het kweken van tomaten. Bij het werk ons aan 150 mensen. Maar nooit zien je neer is er verlet van een flinke uitbreiding. Van Overbeek lid 53.000 kante meter bijbouwen. Dworsemus is erbij het kooiwut. Om een dubbele schermenzwaar in te leggen en intussen de schermen komen een ventilatiesysteem te zitten. Die het kou boven je doekenzwaar naar beneden blaast. Door het belichten kan ik als ware 12 maanden per jaar zware telen. En ik kan als ware ook in de winter zware mensen aan het werk houden. De bedoeling is dat zoon Marco het bedrijfskielk oerneemt. Als ben weer al nauw belutsen bij het familiebedrijf en ik nou volgt de nijbouw op een voet. We zijn zo'n 2 maanden geleden zijn we begonnen met heel de bouw. En we hopen rond week 40 klaar te zijn, zodat we in december de eerste productie kunnen behalen. Hier zien we de kaspoot. Wat hier speciaal aan is vergeleken met andere kassen, is dat door de kaspoot heen een vierkant is gemonteerd. En het grote voordeel hiervan is dat wij de goot, waar de planten op komen te staan, gewoon recht door de poot kunnen halen. En dat heeft als grote voordeel dat heel de kas gelijkmatig is verspreid. Grutteplan dus in Bitchem. En dat wil dichtbij in Sijsberum kweker Hartman Kwadli nog in Grutte financiële problemen rekken. Van Overbeek zocht de toekomst liek wel eens rooskleurig in. De mensen willen toch een beetje gezonder gaan eten. Dus ik denk toch in dat fijne segment dat daar toch wel vraag naar is en blijft. De nijbouw maakt de energierekken naast flink drukken. Nou, kopen zware door het eerste dat ik een energiebesparing heb op mijn energierekening op jaarbasis voor de nieuwbouw voor 20%. En een productieverhoging op een productiezware van 3 tot 4% productieverhoging uit de kast te krijgen. Van Overbeek het aanstwerk voor 50 nieuwe meisken. Zijn plan is om meisken uit de omjouwing met WW of een uitkering om het werk te helpen.